Het Cultureel Centrum de Woeker opende in 1995 de deuren als een klein maar gezellig cultureel centrum. Maar in de loop der jaren werd het Cultureel Centrum bekender bij heel wat artiesten en gezelschappen. En zo kwam het dat de kleinschaligheid stilaan een probleem begon te worden. Vandaar dat de stad Oudenaarde al een tijdje met de idee zit om het centrum uit te bouwen. En dat voorstel is deze week realiteit geworden. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om de Woeker XL uit te werken. Er komt een gloednieuwe theaterzaal die plaats zal bieden aan 400 cultuurliefhebbers. Dankzij de uitschuifbare tribune zullen er ook staande optredens kunnen plaatsvinden. Daarnaast komt er ook een nieuw cultuurcafé en een cirkelvormige parking die kan omgevormd worden tot evenementenplein. Er wordt ook aan de duurzaamheid gedacht met de opvang van regenwater en het bannen van fossiele brandstoffen. De eerste Spadensteek wordt verwacht in de zomer van 2024. Eind 26 zou de nieuwe zaal moeten openen.